We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de meteorologische dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen, 29 september. Tijdens de avond en nacht blijft het droog. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich mogelijk nevel in enkele gebieden. Morgen, vrijdag 29 september, zal het droog weer wild overwegend aanhouden. De meteorologische dienst waarschuwt dat morgen 29 september de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 37 graden Celsius.